Of was jij het al laatst die ik vasthield? Ik hoop het niet, want dan heb ik je laten gaan. Of ben jij vertrokken en zal ik dat de rest van mijn leven moeten betreuren? Ergens moet je zijn en ik hoop dat ik je niet gisteren heb gezien in de flits en dat jij vandaag voorgoed naar Kuala Lumpur vertrekt. Ik hoop je morgen te ontmoeten als ik fit ben zonder grofknallende kater. Of ken ik jou al ergens van? Was jij het laatste die ik op straat zo onbedadelijk aan het lachen maakte omdat ik bokkensprongen maakte en dat vanwege mijn onhandigheid een bolletje van ontkeurde? Van vleugels, van glimlach, van gaar keukendagen, van stoeprand ochtenden. Vleugels van belofte. Ik smelt in de bak, mijn wereld, mijn tv, mijn eten. En het luisteren naar het geborrel in mijn buik. Verder is er niets te doen. Ik zweet veel. En elke keer wanneer ik buk, zak mijn broek af. Mijn voeten jeuken. En ja, ik ben met een vogelverschrikker getrouwd. Van het pensioen van een oude dame, lopend over water, genageld aan het kruis. Ik denk dat het tijd wordt dat ik eens met mijn kinderen praat. Ik zeg ze gewoon wat mijn vader mij vertelde. Het wordt nooit wat met jou. Het wordt nooit wat met jou. Het zal nooit wat worden met jou. Om een mens te veranderen in goud is eenvoudig. Let u al even op. Men neemt allereerst een hulpbehoevend mens onder de vleugels. Daar hoef je niet lang naar te zoeken. Uiteindelijk is ieder mens op een bepaalde manier oud of ziek. Sluit vervolgens links begrafenisfondsen en verzekeringen af op hun levens. De hulpbehoevende mens stelt in het algemeen een nette begrafenis op prijs. Het laatste ingrediënt is de metalloïde arsenicum, dat verwoestingen aanricht in het spijsverteringskanaal. Denk aan symptomen die lijken op een natuurlijke maag-darmontsteking, maar dan met veelal een fatale afloop. Ik stel er een eer in om hulpvaardig te werk te gaan als mijn investering nog leeft. Of het nu buurtbewoners betreft, hele gezinnen, inclusief kleine kinderen, een schoonzuster, een neef, een broer of mijn eigen ouders. Het is belangrijk de schijn van een reddende engel op te houden door de stervende tot het eind bij te staan. Al reken ik wel geld voor het oppassen en het afleggen van de lijken. Om daarna pas de autoriteiten in te schakelen. Als ik een exemplaar in levende lijven tegenkom, dan negeer ik haar. Dat zal ze leren. Mijn stille wraak voor de middelbare school waar ik werd gemeden als ware ik een slijmerige pad. Alleen omdat ze mooi waren. In mijn hoofd nam ik ze allemaal mee. Ik nam ze mee en hun zusjes ook. Vooral het zusje van Marijn. Kom toch maar, Uberman, toen zet ik zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich ein Mädchen bin. De wegen hoeven niet met goud geplaveid.
bestraat met donskussens lijkt me een stuk praktischer. De muren zouden plankjes moeten hebben. Horizontale plankjes om jou op te trekken, om jou vast te klampen en desgewenst om een glas op te zetten. Optioneel zou daar dan een raam boven geplaatst kunnen worden, al dan niet met uitzicht. De weeg bestraat met donskussens, de muren voorzien van plankjes en alle flessen gevuld tot in de eeuwigheid. Die leren jou.